het is vandaag maandag en ik zit in de skilift samen met Tommy. Hallo. En wij gaan even samen skiën. En we hebben het koud. Nou, ik heb het eigenlijk best wel warm. Ik heb koud. Nou, ik heb het warm. Maar vandaag hebben we even rustig aangedaan, want niemand had zin. Maar nu zijn Thomas en ik toch maar wel nog even skiën. Ja, die anderen gaan heel hoog de berg in. Ja. Maar wij zijn moe en dus we gaan maar even een paar rondjes. Ja. En papa is vandaag jarig. 50 jaar. Ja. Oude bok. Oude bok, hè? Oude steenbok. Oude steenbok is papa nu. Dus, ja. Ja. Dat gaan we doen. Even skiën. Tot zo en ik druk sneeuw in je gezicht. Ik ben met Jess. Wacht even. Hallo. Jess is ook gezellig in Westernoord. En nu zitten we aan de skiwassen. Jess. Heb je ook pensies, man? Ja, ik heb één. Ja. Ik nog niet. Pak hem lekker, hè? Oh, ja, zo lekker. Broodje croquette, kanel, pizza. Pizza. Alles. Elke dag pizza, elke dag vreten. Top leven. Yes! Het is vandaag dinsdag en we zijn weer lekker aan het skiën. Ik film weer met mijn telefoon, want ik durf mijn camera niet mee te nemen. Maar het is zeer koud vandaag. Maar de sneeuw is goed, dus dat is fijn. Nu ben ik bijna bij het einde. Het is vandaag woensdag en we gaan weer skiën. Ik ben best wel moe, maar we gaan er weer voor. Yay! Nou, ik denk het wel, ja. Snufkut. Ik kon niet meer remmen. Het is vandaag donderdag en ik vind het heel eng om mijn camera zo vast te houden. Oh mijn god. Ik zit in de lift. Ik ben alleen aan het skiën. Want ik ga zo terug en ik ga nu mijn camera weg doen, want ik ben echt heel bang dat ik hem laat flikkeren. Kut. Oké, ik vlog straks wel. Ik zit in de auto. We gaan zo meteen weer naar huis. Ik heb daar wel zin in. Ik wil weer naar huis. Dus ja. En nu even tanken en dan straks gaan we lekker rijden naar huis. Joe, zin in. Ik ben moe. Ik ga lekker slapen 8 uur lang. Jee. Zo, ik ben lekker thuis. Ik ben lekker in mijn eigen kamertje bij mama. En ik blijf hier nu lekker een weekje nog. Dus dat is heel erg fijn. Ik ga morgen even lekker helemaal niks doen. Ik ga lekker in mijn bedje liggen. En helemaal niks doen. En gewoon even lekker bijkomen van de vakantie. Ik vind het echt lekker om weer even hier te zijn. Gewoon thuis. En ik ga nu lekker in mijn bedje liggen. Ik hoop dat ik kan slapen, want ik heb echt bijna de hele weg naar huis geslapen in de auto. Dus ik ben bang dat ik voorlopig nog even niet in slaap ga vallen. Maar maakt niet uit. Ik ga lekker in mijn bedje liggen, film kijken of whatever. En ik zie er heel moe uit. Ik ga snel dit uitdoen en jullie niet meer met dit. Ja, nee, oké, doei. Nou, ik heb net even dit pakketje opgehaald van Bax Music. Ik heb namelijk een ukulele besteld. En ja, ik weet niet waarom het in zo'n grote doos komt, want op zich is het echt een heel klein ding. Maar
prima. Ik ga hem even uitpakken en aan jullie laten zien. Yay. Dus kijk, en dan zit er dit in. Hoezo? Waarom zo groot? Spannend hoor. Ik heb een mesje nodig. Oh. Daar is hij. Ik heb hem in het geel besteld. Het was niet een heel duur ding. Hij was €20. Maar ja, ik dacht, laat ik maar niet gelijk een dure kopen. Want dan vind ik het weer geen reet aan. Zo, het mag wel gestemd worden. Zo, ik heb net de hele tijd geoefend met mijn ukulele. En ik kan al een paar akkoorden spelen. Maar ik moet nog heel veel oefenen. Maar ik vind het heel erg leuk. Ik ga nu op Videoland Hartje kijken. En ik weet niet wat ik mezelf aandoe. Want ik heb deze film al een keer eerder gezien. Ik denk 2 jaar geleden. En toen heb ik letterlijk een half uur gejankt. Maar het is gewoon zo'n mooie film. Ik ga hem nog een keer kijken. Rip, want ik ga sowieso weer huilen. Echt, oh mijn god. Dit is zo zielig en zo'n mooie film. Oh. Maar ja, ik ga me er toch even aan wagen. Zo, nou, daar gaan we weer. Zit weer lekker te janken op deze film. Oh, dit is zo'n kutfilm. Is echt niet normaal. Die film duurt nu nog een half uur. En de vorige keer dat ik deze film keek, heb ik echt letterlijk dat laatste half uur nog gejankt. Ik denk dat het nu weer gaat gebeuren, want het is zo'n kutfilm. Wel heel mooi, maar oh. Ik huil echt bijna nooit om films, maar deze film kan ik echt niet hebben. Dit is zo'n prachtige mooie film. Maar wel heel zielig. Dus ja. Ja, dit had ik kunnen verwachten natuurlijk. Want ik heb vorige keer ook echt knijterhard gehuild om deze film. Ik ga weer verder kijken. Wish me luck. Nou, de film is afgelopen. Ik heb mijn ogen er weer uitgejankt. Niet normaal. Als je nog een mooie film wil kijken, ga dan alsjeblieft Hartje kijken. Als je van honden houdt, dan ga je net als mij zo doen. Waarschijnlijk als je niet van honden houdt, gebeurt dat ook. Deze film is echt killing, maar echt heel erg mooi. En dit is echt de enige film waarop ik een half uur achter elkaar kan janken. Normaal huil ik nooit om films, maar deze film... Oké. Nou, en nu weg met die tranen. Het is 11:30, het is tijd om te slapen. Ik ben kapot, dus slaap lekker. Goedenavond, dit is nu wat jullie al dit hele weekend zien. Mij in mijn pakkie, of in mijn trui. Deze trui komt trouwens van de Hunkemuller, die heb ik gekregen voor kerst. En daar ben ik echt heel erg blij mee, want ik leef hier echt in. Dat hebben jullie volgens mij wel gezien in mijn vlogs. Het is nu zondagavond, ik heb niks gevlogd vandaag. Ik heb wel wat gedaan vandaag, ik ben naar Utrecht geweest met een paar vrienden. Maar ja, ik wilde daar gewoon niet vloggen, want ja, had ik gewoon niet zoveel behoefte aan. En ja, dat kan. En de rest van de dag heb ik niks uitgevoerd. Heb ik op de bank gezeten, want ik was laat thuis in de avond. Dus ja, beetje saai. En sorry dat ik niks heb gefilmd vandaag. Maar goed, ik ga bij deze ook de vlog afsluiten. Ik hoop dat die leuk is geworden. Ik moet nog editen. Ik weet dat het met de skivakantie altijd moeilijk is. Omdat ik dan wel beelden maak tijdens het skiën en zo. Maar niet echt heel veel kan vloggen. Of ik vlog gewoon niet zoveel dan. En dat is stom. Maar ik hoop dat deze vlog alsnog leuk is geworden. Dat jullie het leuk vonden om te zien. En bij deze heel erg bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Dat hoop ik tenminste. Dat jullie gewoon natuurlijk weer naar mij gaan kijken. Dat lijkt me leuk. Dus, nou ja. Heel erg bedankt voor het kijken. En slaap lekker.